treffers ontvangt Barendrecht. De ploeg van Anton Jansen. De treffers, vorig seizoen een van de best voetballende ploegen in de tweede divisie. Hier aan de bal via Maatsdorf. Die stuurt Gijzen weg. We zitten in de 14e minuut van de eerste helft. Gijzen op zoek naar een medespeler. En die vindt hij in de persoon van Bajek. En er staat 1-0 in het voordeel van de treffers. Vorig seizoen won Barendrecht het duel in Groesbeek uiteindelijk met 1-2. Maar hier komt de ploeg van Poldervaart op een 1-0 achterstand. De thuisploeg sterker in de eerste helft. Dit is opnieuw Maatsdorf. Dubbele dekking. Dan maar steun zoeken. Die vindt hij in de persoon van de man van de goal van Bajek. Die is inmiddels één tegenstander voorbij. Nu wordt het lastig. Daar gaat nummer 2. Nu zoeken naar een medespeler. Er komen wat medespelers inlopen. Dit is de Bond. Maar die maakt een overtreding naar het oordeel van de scheidsrechter. En dat levert Barendrecht een vrije trap op. Deze vreemde bal komt van de voet van Van Dijk. We zitten inmiddels in de slotfase van de eerste helft. En het levert Barendrecht een goede mogelijkheid op via Sanchez. Dan meldt Van Dijk zich weer. Die speelt die bal in. Die bal wordt verlengd door Salem. En vlak voor rust komt Barendrecht naast de treffers. Hij verlengt de bal. En daarmee scoort Salem. Pijnlijk voor de treffers. De ruststand 1-1. Van de tweede helft. Met Maatsdorf voor de thuisploeg. En een goede mogelijkheid voor Gijzen. Maar die schiet de bal wel heel knullig in. Of beter gezegd, hij schiet hem helemaal niet in. Hij schiet de bal gewoon naast. Aan de andere kant, we zitten inmiddels 6 minuten voor tijd. De aanvoerder, Jongman, krijgt de bal terug van Salem. En scoort. En vlak voor tijd trekt Barendrecht aan het langste eind. En de aanvoerder neemt de goal voor zijn rekening. De volle winst voor Barendrecht in Groesbeek. Evenals vorig seizoen eindigt het in 1-2.